Nou ja, zoals jullie weten ben ik bezig met een magazine. Die ga ik vandaag online gooien. Als pre-order. Om te kijken of ze goed lopen. Nogmaals, jammer dat je niet meedoet, Merel. Ik ook, hè? Jij ook, inderdaad. Maar het is zo. Het is wel een algemeen product. Maar dat jullie er niet aan mee willen doen. Ja, is iets van door jouw gedrag. Van jullie. Waarom? Ik ook even benaderen, als ik vraag mag. Jouw gedrag bedoel je meer. Nou ja, gisteren word ik gevraagd om geïnterviewd te worden. Had ik op dat moment geen zin in, heel de week hard gewerkt. Zondag, denk ik, even lekker chill dagje. En ik vond ook dat dat verder geen uitleg nodig had. Ja, ik heb gewoon even geen zin, dat kan, dat heeft iedereen wel eens. En dan ben ik gelijk een zielig meisje. En dan denk ik, joh meisje, je hebt mij nodig voor dat interview. En als ik dan een zielig meisje ben... Ik heb jou niet nodig. Ik wou het gewoon samen doen. Ja, maar je hebt mij toch nodig om... Jij moet mij toch interviewen, ik jou niet. Dan heb je mij toch nodig. Ja, met dat. Maar ik wou ook jouw hulp was dus mijn qua punt. Met de interview. Maar, maar als het verhaal, je hoort... Je hebt mij nodig en je haakt er gelijk op in. Je bent gewoon aan het wachten totdat je één ding hoort. Je hebt me nodig, Ja, maar, nee, niet nodig. Oké, maar als ik even mijn verhaal mag afmaken... mee te doen in dit geval. En dan ben ik gelijk een zielig meisje. En dan denk ik, joh, echt, bekijk het lekker. Dus ik distancieer me van het magazine. Oké, mag ik daar ook iets op zeggen? Als ik met Merel in gesprek ben en ze zegt geen zin... en ik vraag waarom heb je geen zin en je loopt gewoon de trap op... en je geeft geen antwoord meer en je negeert het eigenlijk... ja, dan vind ik het zielig. Nou, volgens mij deed ik nog zo van, ja, gewoon geen zin. Nou ja, dat kan ik niet zien als je de trap oploopt. Hé, hey, jongens, maar mensen, dit zijn persoonlijke dingen. Ja, precies. Nee, maar ik heb gewoon geen zin. Ik ben dan een zielig meisje en dan denk ik, joh... we kunnen ook gewoon even accepteren dat iemand geen zin heeft. En, ja, maar ik wil gewoon dan tekst en uitleg. Ja, nou, maar die krijg je niet. Toch niet verplicht om te... Heb ik jou wat gevraagd, Jessie? Ze kan toch gewoon zelf praten of niet? Oké, maar jongens, eventjes laten we strekken van het verhaal. Dit zijn persoonlijke issues. Nogmaals, als je benieuwd bent naar de persoonlijke issues, loop naar de personen toe. Jezus, ben jij simpel, zeg. Ja. Ja, zoveel stemmen. Oké, okay, nou ja, in dus Jessie en Merel hebben zich gedistanceerd van het magazine. Maar verder doet iedereen wel mee, toch? Ja, lijkt mij wel. Goed. Oké. Ja, gaan we nog het evenement bespreken dadelijk? Ja. Oké, okay, top. Dan heb ik daar nog vragen op. Dan ga ik dat nu niet zeggen. En ik heb nog iets heel anders. En misschien is het ook niet gepast om het hier te doen. Maar ik doe het toch. Ik ging gisteren mijn bed verschonen. En toen lag er onder mijn kussen een goudkleurig hartje. En ik vroeg me af wie dat heeft gedaan. Ik denk voor het Love is Love. Nee, ik vraag me gewoon af wie dat heeft gedaan. Ik heb gewoon van je. Ja, dat ik heb het gedaan. Maar een goudkleurig hartje, wat? Ja, een klein hartje. Wanneer heb je die gevonden? Gisteren toen ik mijn bed ging verschonen. Dus ik vraag me af wie dat heeft gedaan. Heeft die ene bezoeker die het gedaan heeft die met jou een B&B gaat boeken? Dat zei ik ook al. Is het niet tijdens de date gebeurd? Wat is het? Volgens mij niet. Ik kan me niet herinneren dat hij aan de kruis heeft. Van Christel af. Dat was natuurlijk wel een was ook een plasmoment dat ik natuurlijk niet kon monitoren. Maar ik denk niet dat... Volgens mij lagen die er ook niet. Nee. Althans, ik weet het wel zeker eigenlijk. Ja. Geen idee. Dus niemand heeft dat gedaan. Dan zijn er nog wel meer rare dingen. Vrijdag tijdens ik ben nog niet klaar. Okay. Maar jongens, echt, kan er normaal gecommuniceerd worden, Shell? Want het is een manier waar mensen met dat hakken in het zand gaan zitten. Ik luister naar dit gebeuren, ik word er helemaal naar van. Want we zijn heel naar tegen elkaar, boos van hoe of wat. Ik word helemaal gek. Ja. Ik word er helemaal kriebelig van. Ik heb dat niet vaak, maar... Sfeertje, jongens. Oh, het is echt niet normaal. Waarom jij? Omdat de initiatief... De ja, je bent aan de beurt, maar het wordt op een manier afgekapt. Er zit zoveel wrok en negatieve energie. Ik word echt helemaal gek. En dat is... Jordi, mag ik ook koffie? Ja, ik ben gewoon benieuwd wie dat heeft gedaan. Ja, dat begrijp ik. Maar ik voel een energie die echt niet tof is aan tafel. Maar misschien ben ik de enige die dat voelt. Nee, zeker niet. Nee, maar ik denk ik ben niet dat het erover hebben zin heeft. Oké, dan houden we het erover.